dames en heren. Wij gaan u het trieste verhaal vertellen over twee jonge minnaars. Julia en Julia. Waarschijnlijk kent u het al, maar omdat het zo mooi is, zullen we het u nog eens vertellen. Alleen, het is bijna weekend, dus we doen het in rap tempo. In Verona, een mooie Italiaanse stad, heerst de ruzie tussen twee families. De Montecchi's en de Capoletti's. Ik geef vanavond een heel groot feest. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Dus jij, jullie ook dames. Behalve jullie, want zij zijn het je stelletje meskevers. Dat zullen we nog wel eens zien, strontvlieg. Julia Montecchi en haar vriend Mercutio laten zich niets verbieden. Ze zetten een masker op en gaan naar het feest van de Capoletti's. Zoiets noemt men nou liefde op het eerste gezicht. Maar Tebaldo is er ook nog, de neef van Julia. En Tebaldo komt hun geluk al snel bederven. Smerig Montecchi, wat doe jij hier? Rot op met je mozzarella kop! Dat maak ik zelf wel uit, mislukte Gorgonzola! Idioot, je wordt nog niet verliefd op Julia. Ze is een Capuletti. Niemand zal jullie liefde goedkeuren. Dat kan me allemaal helemaal niks meer schelen. Kijk me eens springen. Ik voel me zo licht als een veertje. Het lijkt als een vlieg. U ziet het. De liefde heeft Julia Montecchi een beetje in de war gebracht. En met Julia Capuletti gaat het niet veel beter. Tot woede van haar ouders. Ja hoor, daar komen papi en mama in. Gedraag je, Julia! Je lijkt wel bezopen! Ja, hou onmiddellijk op met dat bespottelijke gehuppel. Waarom? Ik voel me zo licht als een veertje. Heerlijk! Doe wat je moeder zegt. We willen je aan iemand voorstellen. Dit is graaf Paaps, je toekomstige echtgenoot. Wat? Oh, lieve Julia. Dat is iemand uit het publiek. Oh, lieve Julia, mooi bloempje. Ik ben haar moeder. Oh, lieve Julia, mooi bloempje. Sta ik hier goed? Ja. Oh, lieve Julia, mooi bloempje. Lief vogeltje, u bent nog mooier dan ik dacht. Ik ben Minnie. Met heel mijn hart. Stel niet zo aan, slijmbal. Let op je woorden, Julia. Nee, ik ga naar mijn kamer. U denkt toch niet dat ik met zo'n bekakte thee met ga trouwen? Tja, liefde laat zich niet dwingen. Als twee verliefde mensen iets in hun kop hebben, krijg je het er niet meer uit. Kijk maar eens. Julia Capuletti staat nog niet op haar balkonnetje of Julia Montecchi verschijnt. Yeah.
Ja, en bij jou of Julia? Ja. Was je maar hierboven? Of jij beneden? Dan konden we elkaar kussen. Of zoenen. Niemand zal onze liefde goedkeuren, Julia. Waarom ben je dan ook een Montecchi? Waarom ben jij dan ook een Capuletti? Heet je maar Johanna Jansen. En jij Truusje de Wit. Helaas. Wat tragisch. Meiden, kunnen jullie alsjeblieft ter zake komen? Lieve Julia, wil je met me trouwen? Ja! Vertel morgen aan mijn voedster waar en wanneer we trouwen. Vaarwel, liefste. Vaarwel, engel. Tot snel, schatje. Tot snel, liefje. O, koekje. O, snoepje. O, bloempje. O, dropje. O, vloepje. Ja, nou weten we het wel. We gaan verder. De volgende dag. Julia Montecchi rent naar zuster Lorenza om het huwelijk te regelen. Zuster Lorenza, ik heb geweldig nieuws! Ik ben verliefd! Wat? Ik ben verliefd! En ik wil trouwen! Je bent gestoken door een wesp. Een wesp? Nee, ik ben verliefd en ik wil trouwen. Met die wesp. Nee, natuurlijk niet. Met Julia. Johanna Wentelteef. Nee, die ken ik niet. Nee, met Julia. Julia en nog eens Julia. Ja, ja. Rustig aan. Rustig aan. Wat in nee. We willen zo snel mogelijk trouwen. Maar dat is heel gevaarlijk. Jullie families, die haten elkaar. Misschien kan een huwelijk tot vrede leiden. Precies! Wanneer kunt u het regelen? Rustig aan, rustig aan. Haastig spoed is zelden goed. Maar van treuzelen word je doof. Wat? Ondertussen loopt Julia Capuletti zenuwachtig heen en weer. Ze wacht op nieuws van haar voedster. Eindelijk, waar bent u? Ja. Heb je nieuws van Julia? Ja. Eerst even bijkomen. Ik ben doodmoe. Weet je wie ik tegenkwam in de stad?
Ja. Ja! En neemt gij Julia Capuletti, deze vrouw, tot uw echtgenote? Ja. Ja. Ja! Tijdens de bruiloft gebeurt er ergens anders in Verona iets afschuwelijks. Tebaldo zoekt ruzie met Mercutio. Eindelijk, de eerste twee zijn dood. Op naar de volgende. Liefje! Er is iets vreselijks gebeurd! Wat dan? Eerst even bijkomen. Ik ben dood. Woe. Gedaan, ongehoorzame watermeloen. Schaam je, lelijke bosbeen. Bied je excuses aan, ondankbare appelvlam. Vooruit, puberale schimmelkaas. Het spijt me. O, geef niet, mijn duifje. O, in dat geval... Nee. Ik krijg... Genoeg van jou, meisje. Ons geduld is op. Morgenochtend trouw je met graaf Paris. Begrepen? O, liefje. Ze is weg. Oh. Iedereen is weg. Oh. Dus jij moet ook weg. Heerlijk. Nou, nu begint het echt tragisch te worden, maar we moeten wel opschieten. Julia wil namelijk natuurlijk niet met graaf Paris trouwen, dus rent ze naar zuster Lorenza om te vragen wat ze moet doen. Het duurde een flinke tijd voordat die dove kwartel haar begreep, maar uiteindelijk komt ze met een heel slim plannetje. Ik
geef je een drankje dat je schijndood maakt, voordat ze je zullen begraven, laat ik je door Julia wakker maken. Dan kunnen jullie samen vluchten. Een nieuwe toekomst tegemoet. Geweldig! Fantastisch! Nou, dit begint erop te lijken, nietwaar? Wat is een tragedie zonder gejammer en het wordt nog steeds tragischer. Julia Montecchi ontvangt het verkeerde bericht. Niet dat Julia Capuletti schijndood is, maar echt dood. U kunt zich wel voorstellen hoe verdrietig dat is. Zo, dat is nummer 3. Wie zal de volgende zijn? Oh, liefste. Ik mis je zo. Ik wil niet leven zonder jou. Nee, ik wil ook sterven. Ja, hè? Dat vind ik lekker. Romeo. Julia. Ben je ziek, liefste? Je voelt zo slapjes. We willen ons er niet mee bemoeien, maar we hebben een beetje haast. Dus vertel het maar zonder mooie woorden. Je Julia is dood. Dood? Als een pier. Als het jou was, zou ik mezelf ook maar doodsteken. Dat maakt de boel nog tragischer. En het schiet ook lekker op. Ja. Ik wil ook dood. Net als jij. Nee, niet dood! Ja, jawel, ja. Nee, stop! Nee, niet doen! Jawel. Nee, niet doen! Jawel. Doe nee, het! Ja! Nee, nee, ik doe het! Vaarwel. Niet doen. Nee! Niet doen! U ziet het, wat een drama. Nooit bestond er een tragische liefde dan die van Julia en haar Julia. Blijf er nog maar even lekker naar zitten kijken en geniet van het gejammer. Ontzettend trots, ook de andere Academy. Echt super gedaan allemaal. Heel erg bedankt. En ik wens je nog een fijne avond en een fijne vakantie volgende week. Ja.
Dag, Bella. Ja.